Dit is Bonshow. Bonshow. Zorg dat je doet. Wagwan is je boy X. We zijn hier in Vroese Park. Bonshout Underground Barbecue Event. Zijn we uit de building? Yeah! Yes, sir. Time lady. Yes, Lubrano. That's it. Alright, rapper aan mijn rechterkant. Crazy motherfucking S. Shoutout naar Rappers Actie Forum. Haas Pacino, Flow Zeke. Al die drerries, let's fucking go. Alright, drerrie aan mijn linkerkant. Luke, met 1 uur in plaats van 2 uur, zoals de flyer stond. Alright, Luke met 1 uur. Ik wil beginnen, man. Fuck, kom op punt. Hij mag beginnen. Oh, hij zegt dat ik mag beginnen, man. Het is kop, okay, dus. Man, cool. Alright. Okay. Hold it down, eerste rol op deze boy, let's fucking go, man. Ik kreeg een mail van Excellent. Crazy S tegen Luke, a.k.a. Luke Smink. Ik dacht, what the fuck ga ik zeggen tegen iemand met de naam Luke Smink? Maar Luke Smink, ik heb een fucking goede truc, bitch. Ik sla je hoofd rood en blauw, het lijkt alsof ik Luke Smink. Denk maar niet dat mijn crew soft is. Weet dat ik je excel omdat je swag off is. Maar points have power, want ik flow zieker. En ik lees het door je lines. Ik ben adult reader. Fucking neppe lines en fucking neus jokes. Ik sla je zo hard op je neus wordt een neus joke. Dus beter dat je... Dus beter dat je weggaat als je in de weg staat. Want als ik jou op je bek sla, veroorzaakt deze rechter meer schade aan dan een verloren rechtszaak. Naji is scratch dead. Ik heb kogels als een getrouwd stel. Je krijgt er echt paar. Stoer doen op internet, hij back voortaan. In competities zal je never voorstaan. Ik wel. Ik kan zelfs een ork aan in een orkaan. Ik val jou heel graag met een vork aan, maar wil het liefst dat je kogels stoot alsof je op sport gaat. Mijn bullets take care of you, ze zijn zorgzaam. Ik schiet het 1 keer, maar ik blijf doorgaan, want ik lever de bullets die in jouw orgaan. Let's go, man. Laat je over de eerste ronde, man. Luke, let's go zo! Hey Abdel, je bent een Marokkaanse aasgier. Je wil profiteren van iemand kill, daarom ben je nu dus hier. Als ik hier met een like zit, wacht je kans of trek je het vel van de been. Ik ben mijn nieuwe tegenstander en ik wil in deze battle niet gerobd worden, dus ik kill je in de eerste ronde meteen. Mensen zeiden mij, Luke, denk je dat je het winst pakt als je daar gaat staan? Ik zei, nee man, waarschijnlijk word ik gerobd. Tegenstander is een Marokkaan. En je hebt geen En je hebt geen rendement omdat je zogenaamd elke dag voor je money redt en elke dag big money spent. Abdelmalik Elohi is geen echte vent als je mij vraagt. Puur vegen feit dat hij een supercoole mokro is. Die is promotie, filmpje en roze petje draagt. Hoe jij je gangsmentaliteit met een petje laten zien? Dat jij me op straat zou proberen de bekoopstukjes uit te lachen, man. En daardoor pakken met mijn vuist of riem. En ja, mensen, deze man is zwaar seksueel gefrustreerd. Maar nee, vrouw verlicht de zee die zichzelf met hem op wil schepen. Daarom houdt hij zo erg van koetjesrepen. En over de mail zei hij tegen mij, Luke, eigenlijk niet tegen jou. Nu word ik niet meer door de toppen serieus genomen. Nou, ik stuurde Gordon op hem af en guess what? Toen werd hij wel degelijk de een van de toppen serieus genomen. Dan? Okay. Laat je over de eerste ronde, joh. Tweede ronde, let's go. Ik zag hem praten over Shine in een van zijn fucking tweets. Dat je over Shine praat is gewoon zo motherfucking triest, man. Je hebt 40.000 tweets en 250 followers, dus volgens mij schijn je niet echt. Met mijn volgende multi laat ik je zien hoe je jezelf in de schijnwerper zet. Als ik hem oplicht, loopt hij tegen de lamp. Dus hij schijnt zijn schijn te vergeten. Ik weet het, dat was weak, maar dat was niet de punchline. Dat was alleen een schijnbeweging. Want als jij denkt dat je schijnt met je verschijning, moet je weten dat schijn bedriegt. Met jouw tracks maak je dus waarschijnlijk geen schijn van kans in de scene. Op Twitter zei hij 7 uur gaat hij Marokkaans eten. Dus ik kill je met bars over Marokkaans eten. Voor de non-Marokkaanse kijkers. Sjoe, Voor de non-Marokkaanse kijkers wil ik nog eventjes zeggen, zoek na deze battle op Google naar deze gerechten. Kogels nog grotere hummus, dat is best Ilja. Ik verdrink hem in couscous, daarna bestel ik bestilla. Ik geef hem een gat in het midden, net een paar sponja. Dus vandaag ben ik niet Lucky Luke, maar Meta. Je naam op Twitter is Lucapol. Dat is best wel gek rapper. Draag een fucking melkorf en hou je back rapper. I push your back, back to your backup. Niemand heeft je back rapper. Ik ben als Matt Haven, want ik ben een smack rapper. Door het praten over Marokkaans eten heb ik track rapper. Geen tijd voor een maaltijd, ik eet jou als een snack rapper. Gegeten, maar ik wil drinken, dus ik steek je met bestek rapper. En zorg ervoor dat Lucapol appelsap lek rapper. Let's je wilt spelen dat je rauw en onbesproken bent, terwijl je niks zegt snoetje hebt. Als jij laag door de straten loopt, los je niet, zoek je alleen je bril of lens. Je bent de party, kan niet handelen in het commentaar. De bel grens. En je flow vindt je zelf nog eigenlijk dat het klinkt. Je lijkt wel Henk de Haan of Duitse Kroes hoe je in je eigen woorden verdrinkt. SF in Dam, ik vergelijk je met je club, dan kijk hoe je praat. Ik val je smet, was opgeschreven, maar je zat in de spagaat. Je koos voor het verweren, ga mislukken. Ik zeg je weer op je staat hoe je naar pom 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 met broest, als nog pijnlijk de afkomt in gaat. En een Marokkaanse eigenschap is niet functioneren in het team. Men enkel denken aan jezelf. De frustraties onderling lopen op, doordat het weer geleidelijk afneemt. De zinnige geweld. Met topspelers kwalificeerden jullie niet voor de Afrika Cup. Haha, een tikkeltje gênant. Het bewijst dat je zonder samenwerking helemaal nergens komt. Jullie blijven voor altijd een ontwikkelingsland. Ja,
Ja, je hebt tijd over, man. Dan. Hey, voor die derde ronde krijgen, make some noise in this bitch, man. Hey, let's fucking go. Die chicks lekker op Wales. Daarvoor krijg je een headshot, man. Choke je met een dreadlock, man. Ik pop je en hoop dat die next shot landt. Je bars zijn wack omdat geen een van je fucking Engels landt. Mijn bars zorgen ervoor dat je bij een Engeland of achter bars in Engeland. En je weet, in een gevangenis in de UK kan er een hoop misgaan. Je bent pussy, dus in jail zit er daar dan waarschijnlijk een groot Brit aan je. Als je mij vraagt, ga je met hem in zee, no. Denk dat je dood bent, Naji, je bent emo. Sinds hij dacht dat hij de man is, wordt hij gemurderd voor doeken alsof hij ler is. Faggot, je zei dat je winnen gaat, eeuw was saaf, man. Ben een lijpe mokker die doeken zonder BTW pakt, man. Met jou wil ik nooit een feat al. Geef je me een miljoen, ik pak je BB en taser je. Dat is wat de fuck ik wil doen. In deze battle krijg je een L, diep. Dat is de consequentie van het hebben van een crackback, dus ik bos je netvlies. Als je wat terug probeert te doen, krijg ik kogelschouw. Daarom geef ik mijn homies een foto en info over jou. Ex, dan denk ik klinkt chic. Hey, ga maar challen, man. Bars maken is niet zo ingewikkeld, even zonder grappen, man. Je moet bars hebben, ik zeg het steeds, maar het blijft de norm. Jij krijgt nu dus de wind van voren zonder de zijdenstorm. Ik heb je gekild met de naam van rappers, de punch out. Dus ik punch jou nu de fuck out, punch out. Fuck jou! Alright, hold it down. Luke heeft nog een ronde, man. Je reed over je. Luke, ga hem, nigga, let's go. Je ging van VWO naar MBO. Hoe dom ben je dan? Je ging van een toekomst als professor, dokter naar een toekomst als timmerman. Je hebt je leven zelf al verpest, maar Ab dan niet gestrest. Je kan jezelf altijd nog wegzetten als Abbest. Slow it down. Je kan jezelf nog altijd wegzetten als Asbest. En ik zie jou als een belofte team dat intrigt op het tweede niveau. Ik vervolg promotie, jij hebt in de matige opstelling, dus ik krijg deze winkel dood. Doe mee verspreken bonen, wat promoveren kan je niet. Je bent enkel interessant voor Fox in de media. Ik ben fucking jong Ajax, want je trapt op de toekomst. Ik boycott je op de Vijfberg, de KNVB is een maffia. En ik ben hier de underdog, want hij is al bekend op dit gebied. Hij heeft wel tracks gemaakt en ik zal er een benoemen, want niemand die troep ziet. Je hebt een track lyricale kogels en dit is een lyricale uithalen, bitch. Ik zou in deze battle moeten uithalen om te slagen. Ik krijg van deze new boy op Fali. Noem me Zabit samen of in deze, want deze mokker gaat Kyo tegenover me. Badari. Ah, dat was het. Dan? Alright, laat je horen voor die battle, man. Jullie thuis zijn de jury, man. Punchoutbattles.nl. Stem op de man aan mijn linkerkant die al bijna wegliep. Ah, Luke. Ik draai daarom. Ja, Luke. Of stem op de man aan mijn rechterkant. Crazy as Charlotte Noordin, Jellel, Amen, altijd dreaded. Je weet niet, man. Punchoutbattles.nl. Bang. Dit is Punch Out. Zorg dat je het onthoudt. De plek waar je carrière begint of ophoudt.